harde wind, hè? Ja. Koeien beginnen nou mee te rennen aan de andere kant van het weiland. Maar wat daar gebeurt op starteiland is natuurlijk niet oké. Zo, wij zijn weer gestart vanuit Sloten. We gaan nu het Slotermeer over en het waait nogal, dus er staat wat deining. Ik denk dat Dronken het niet zo leuk vindt. We gaan even een ontbijtje doen, want dat hebben we nog niet gehad. En dan eens even kijken waar we uitkomen. En het wordt van de week niet zo lekker weer. Ik heb vannacht ook gespoeld weer. Het is warm. En het regende heel hard vannacht. Eens even zien. Dit is niet lekker, dit geschommel. Klein stukje, dan zijn we er overheen. Harde wind, hè? Ja. Oh. Maar die ramen er zien, hè? Oh ja. Komen, denk ik. Het is nogal golverig. Is hè? Zitten we op mijn neus? Oh. Het is nogal golverig, maar we zijn er bijna overheen. De temperatuurtje is wel heel erg lekker. Dus die winterstaat is misschien ook wel lekker. Alleen het is voor paarden niet zo lekker. Want we hebben hem op de zijkant en dan doen we niks anders dan schommelen. Maar Romke is desondanks toch aan het eten, dus misschien begint hij er eigenlijk aan gewend te raken. Hij krijgt zeebenen. Nou ja. Het is schitterend weer. Maar je ziet wel aan de lucht dat het gaat veranderen. Zoals de Fries het zeggen, het is een beetje diezig. Een beetje heijig. En we zitten in Woudzent en er is een ramp gebeurd, zijn zeeuwapparaat is gevallen op het bed. Nou, je kent allemaal dat vieze bakje met prut wel, wat altijd onder de zeeuw zit. Er zat gelukkig niet veel in, wel water, dus het bed is vrij nat nu. Maar als dat het is, gelukkig niet van die vieze prut. Ja, het schommelde zo hevig dat de televisie is omgevallen en het cc-apparaat wat ervoor stond. En het bed ligt daar natuurlijk onder. We gaan de brug door. Alles is nat, dus het moet maar even drogen nog. Een beetje hier een koffievlek. En ja. Romski. Het is echt file varen, hè? Ja. Het wordt er niet leuker op. Heel jammer. In het begin van onze vakantie hadden we nog zoiets van het valt wel mee.
peloton, hè? Maar het is druk. Zo, we zijn na een eindje varen vanuit Sloten, het Slotenmeer, Woudzend, de Wiemerts, zijn we het Johan Willem Friese kanaal opgegaan en we zijn nou net even buiten Sneek beland op een margrietenplaats. Daar achter mij ligt de boot, daar zit Chris op de wal de Formule 1 te kijken. Ik ging met Romke lopen hier. Ik had hem even los. En hij rook van alles. En hij begon te hollen. En ik dacht, ja, misschien een haasje of zo. Maar ik zag op een gegeven moment wel allemaal plekken hier in het hoge gras. Van net of dat er nou, een mens had gelegen of een dier of wat dan ook. Een vrij grote plek. Toen dacht ik al, van zou er dan hier hertjes zitten? Ben ik, nee joh, hier dus al het water, dat zal wel niet. Want daar is water en aan die kant is water, dus ja. Maar, ik loop op een gegeven moment die kant uit. En ik zie ineens twee kleine hertenkoppies mijn kant op komen hollen. En ik, oh my god. En ik snel weer terug voordat die hond ze door heeft. Want alles wat ik dus niet op mijn geweten wil hebben, is een hond die achter hertjes aanzitten, die beestjes in het water raken. Ja, ze kunnen zwemmen, maar goed, het is een hele drukke vaart hierachter. Nou, dat gaat niet goed. Met boot en alles. Dus ik ben heel snel weer teruggelopen. En ik weet nou ook dat die hond hier niet los kan. Dat is jammer. Want... Het is inmiddels 8 uur en het is weer helemaal opengebroken, want het vanmiddag begon ineens te betrekken en het werd koud en bewolkt. Moet ik even uitkijken, er zit een greppel hier. En Romke die zit te snuffelen hier. Had ik al verteld waar we nu liggen? Dit is het kruispunt. We zijn daar vandaan gekomen toen we uit Woudzend kwamen. En dit is voor uit Wellingerga en Oppenhuizen. Het water hier heet... Hoe heet het ook alweer? Ik heb het opgezocht, maar ik weet het niet meer. Maar... ik zit te turen hoor, of ik die hertjes ook zie. Ik ben vanmiddag nog even teruggegaan om te kijken... die hertjes zag. Ik wil ze ook niet wegjagen. Ontzettend veel muggen en bijen en beesten. Het is hier ja, mooi. Verderop in het weiland naast zijn van die wilde koeien weer volgens mij. Pff, ik word opgegeten hier. Wacht, ze zitten gewoon in mijn oor. Ja, hier een beetje de hele middag gezeten. Er liggen mensen naast ons met een motorboot ook. We komen oorspronkelijk uit Rotterdam. We zijn verhuisd naar Sneek. En ja, heeft een leuk babbeltje mee gehad. Voor de rest helemaal niemand hier. Heel stil en rustig. Ja, vanmiddag liep ik hier en toen was ik aan het filmen, toen ging mijn geheugenkaart weer ermee ophouden. Dus het kan zomaar weer gebeuren. Koeien beginnen nou mee te rennen aan de andere kant van het weiland. Ik zie maar hier lopen, die denken van wat is dit? Hoe nieuwsgierig.
Hele goedemorgen. Het is vandaag zondag. En wij liggen nog aan het Nauw. Het Nauw van de Brekken of zo heet het. Hey, ik voel hier een korstje trouwens bij hem. Ik zit hier. Het Nauw van de Brekken liggen wij. Onze buren zijn net vertrokken. Die wonen hier vlakbij. Poging nummer 2, want mijn kaart was weer vol. Ik geef het steeds aan dat die vol is. Het is vandaag zondag. En dit is ons uitzicht. Nog steeds vlakbij de Witte en Zwarte Brekken. In de buurt van Sneek en Hommerts en Oppenhuizen. En die kanten uit. Dit is het Nauw van de Brekken, noemen ze het. Die vaart gaat richting Langweer. En die kant, daar komen we vandaan. Daar zijn we gisteren vandaan gekomen. Dus we blijven hier nog even lekker vandaag. En dan gaan we vanmiddag weer richting Thuishaven. Want het water is bijna op. En morgen wordt het slecht weer. Vanmorgen tot woensdag. Misschien valt het mee, maar ja, we moeten toch even water tanken. Dan zouden we niet weten waar we dat anders moeten doen. Sneek ligt vol. Nou, daar hebben we ook niets te zoeken. We kunnen beter naar onze Thuishaven gaan. Dan hebben we de auto nog bij de hand eventueel voor iets te doen. Dus, maar vooralsnog, dit is magnifiek hier. Onze buren zijn nu weg. Dus we hebben de steiger voor ons alleen. En hier zitten we wat te genieten van het uitzicht. Het is, ik zie op Facebook, op de site van Met de Boot op Friesland, zie ik dat het overal zo druk is. Ja, behalve Leeuwarden was het ineens heel rustig. Maar voor de rest is het overal spetter druk. En dat zagen we ook onderweg wel. En we dachten van, nou, dat is niet echt corona-proof dit. Terrassen helemaal vol. Maar goed. Het waait behoorlijk trouwens. Ik hoop dat jullie mij verstaan. Zo, we zijn weer vertrokken van ons heerlijke plekje daar. Helaas pindakaas. En we varen nou weer richting Akrum. En dan gaan wij wat spul meenemen. We gaan alles even doen. Dan gaan we eerst naar huis. En het zou misschien wat gaan regenen morgen, dus dan gaan we morgen even andere dingen doen thuis. En dan, als het een beetje kan, gaan we weer vertrekken. Het is toch wel zonde anders. Maar ja, we moeten even boodschappen hebben. We zijn aardig door ons proviant heen. En er moet water getankt worden. Dus ja, het dichtstbijzijnde is toch hier nu onze thuishaven. Dus dat gaan we even doen. Nou, we varen voorbij het starteiland. Dat is normaal gesproken daar waar de Sneekweek begint en waar altijd de feestjes zijn en waar de wedstrijden vanuit de wedstrijden geleid worden. En dan is het altijd heel druk. Nou, dat is nu dus ook heel druk. Sneekweek gaat natuurlijk niet door in verband met corona, maar ik heb eens even mijn camera ingezoomd op het op het hele gebeuren, maar iedereen zit gewoon boven met elkaar. Dus ja, het gebeurt. Op zich is het niet veel drukker dan een andere zondag. Maar wat daar gebeurt op Starteiland is natuurlijk niet oké. Niet coronaproof. Maar dat was van de week in Sloot ook. Ik ben in Sloot het centrum zelf niet in geweest. Ik heb daarvoor wat gefilmd. En echt, de kist is door het centrum gelopen. Het zijn ook alle terrasjes aan het volgen. Dus